Lieve partijgenoten, dames en heren. Nog niet zo heel lang geleden, op 11 april, spraken we elkaar nog. Ook niet zo ver vanaf hier, in Nieuwegein. En dat ging over allerlei actuele Haagse thema's met name. Maar we spraken daar dus ook af dat we de komende tijd een aantal maatschappelijke thema's wat verder zouden uitdiepen. Thema's die onze waarden raken. Verbinding. Nou, verheffing. Dat soort cruciale waarden voor de Partij van de Arbeid. En soms, ik geef het toe, volgt dan na zo'n toezegging altijd een hele lange periode van stilte. Maar deze keer niet. Ik ben blij dat de partij die uitdaging zo snel heeft opgepakt en dat we nu al hier vandaag hebben kunnen discussiëren. En ik ben ook heel blij met de betrokkenheid van zoveel van u bij die discussies. Ik wil overigens met name Marco Florijn en Monica Sier en al die anderen bij de Wajardi Beckman Stichting hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze ledenraad. Want zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Dank jullie wel. Partijgenoten, één van de sessies vandaag, de sessie waar ik bij mocht zijn, die heette Weg met de standenmaatschappij. Over die hardnekkig wordende tweedeling in de samenleving. Het is met afstand het onderwerp wat de komende jaren al onze aandacht, energie en inzet zal vergen. Het bestrijden van de tweedeling. Het creëren van binding. Het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Dat is waar wij voor opgericht zijn. De sociaaldemocratie is opgericht om die valse volkswijsheid, wie voor een dubbeltje geboren is, kan nooit een kwartje worden, om die volkswijsheid te logenstraffen. En wij mogen prat gaan op een succesvolle strijd in de afgelopen tijd. De afgelopen decennia zijn er door onze inspanningen spectaculaire resultaten geboekt. Wie kent niet die voorbeelden van de eerste zoon of dochter uit een gezin die ging studeren en een mooie baan kreeg? Die kinderen die dankzij hun eigen inzet, maar ook door de kansen die ze kregen, nieuwe dromen, nieuwe ambities konden waarmaken. Het verhaal van emancipatie, van verheffing, van kansen bieden, het is ons verhaal. Het is ons ideaal. Maar dat ideaal van een samenleving waarin mensen uit alle sociale milieus in staat zijn om grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden voelen, dat ideaal dat staat onder druk. De verbondenheid in de samenleving lijkt te eroderen. Het is meetbaar. Het Sociaal Cultureel Planbureau toonde onlangs aan dat er een hardnekkige scheiding dreigt te ontstaan tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden. En indringender nog, het is ook voelbaar. Steeds meer ouders verliezen de hoop dat hun kinderen het beter zullen krijgen dan zij zelf. En dat gevoel, dat slaat het optimisme uit het leven. Uit de samenleving. Als dat gevoel manifest wordt, dan verliezen wij de strijd. Dan wordt de kloof onoverbrugbaar. En dat, partijgenoten, dat mogen wij nooit laten gebeuren. En dat zullen we ook niet laten gebeuren. En het verkleinen van inkomensverschillen is belangrijk bij het dichten van die kloof. Daarom ben ik er ook trots op dat deze coalitie voor het eerst in 40 jaar tijd weer actief inkomenspolitiek doet. Omdat wij weten hoe belangrijk dat is voor een rechtvaardige samenleving. En daarom ben ik ook nog zo getergd om ervoor te zorgen dat we ook vermogens rechtvaardiger gaan belasten. Zodat kleine spaarders minder betalen en grote vermogens die een hoger rendement halen, meer. Zodat we de vermogenskloof weer wat dichten. Want onze strijd gaat door, partijgenoten. Maar de kloof waar ik me echt ongerust over maak, die gaat over veel meer dan over inkomen of over vermogen. Want ook op andere, veel essentiëlere aspecten van het leven neemt de kloof toe. Opleiding, arbeidsmarktpositie, gezondheid, partnerkeuze, maatschappelijke status. De kloof groeit in de breedte, de verschillen worden groter, maar ook in de diepte. De verschillen worden hardnekkiger. Ze dreigen een erfelijk karakter te krijgen. Mensen met een hoge opleiding kiezen een partner met een hoge opleiding. Krijgen kinderen met een zeer hoge kans op een hoge opleiding. En begeven zich in kringen van mensen met een hoge opleiding. En hetzelfde geldt voor mensen met een lagere opleiding. De twijfel neemt toe. Blijven dubbeltjes dan toch weer dubbeltjes? Verliezen we de strijd? De nachtmerrie van een Nederland van gescheiden werelden dreigt onze droom te verstoren. En sociaaldemocraten als wij mogen ons daar nooit bij neerleggen. Verheffing en verbinding zijn immers onze kernopdrachten. En dus blijven wij dromen.
en blijven we strijden voor die droom. Onze strijd gaat over een samenleving, over een economie waarin het vanzelfsprekend is. Dat er voor iedereen een plek is. En dat we de dreiging van baanloze groei of de dreiging van een tweedeling op de arbeidsmarkt hebben afgewend. Dat we de afslag naar een economie waarin er alleen voor de allersnelste nog ruimte is, dat we die afslag rechts hebben laten liggen. Dat we linksaf zijn geslagen naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. En ik droom dus van de dag dat we met verbazing kijken naar het jaar 2014... waarin er voor bijna 9 op de 10 arbeidsgehandicapten geen werk was bij een reguliere werkgever. Dat we zelfs een quotumwet moesten invoeren als stok achter de deur. Want mijn droom is dat er over 10 jaar in elk bedrijf een plek is voor mensen met een kleine of wat grotere beperking. Over 10 jaar moet het normaal zijn dat op elke werkvloer iemand met een arbeidshandicap deel uitmaakt van het team. Het begin is er al. Dat prachtige initiatief, we kunnen het op tv zien, Collega's met Karakter, dat laat zien dat het taboe op collega's met een psychische stoornis te doorbreken is. Maar zo vanzelfsprekend is het voor heel veel werkgevers nog niet. En daarom geeft Jetta Kleinsma nu een forse duw door werkgevers te verplichten plekken vrij te maken voor 125.000 mensen. Want het gevecht om de droom over 10 jaar waar te maken, dat gevecht is nu al begonnen. Die droom van een economie waarin iedereen, van hoog tot laag opgeleid, van high potential tot arbeidsgehandicapten, waarin iedereen terecht kan, die droom wordt immers niet vanzelf bewaarheid. Want als we de krachten van markten en van globalisering ongebreideld hun gang laten gaan, dan staat straks een te groot deel van de mensen langs de kant. Zonder zekerheden. Zonder perspectief. Er zijn dus keuzes nodig. Er is strijd nodig. Voor een opleving van onze maakindustrie bijvoorbeeld. Omdat die een duurzame pijler kan vormen onder onze welvaart. En omdat de maakindustrie bijdraagt aan een genereuze economie. Die kansen geeft aan iedereen. In die machinefabriek in Emmen, daar ontwerpen en tekenen de universitaire en hbo-ingenieurs de concepten. Verdelen de voormannen het werk en lassen en vrezen de jongens met een mbo-2-opleiding de constructies. Ouderen leren het werk aan jongeren en brengen ze naar een hoger niveau. En die jongen met een arbeidshandicap, die vindt een plek op de logistieke afdeling. Dat is geen romantiek van de jaren 50. Het is de realiteit van de 21ste eeuw en we hebben er veel meer van nodig. Nederland moet het vakmanschap, haar maakindustrie, weer koesteren en uitbouwen. Voor een sterkere economie en een completere arbeidsmarkt. Ik strijd dus voor een land waarin het accent is verschoven van een dienstverlenende en financiële economie, met alle risico's van dien, naar een bloeiende maakindustrie. Met focus op lange termijn. Niet gericht op winst, maar op meerwaarde. Dat is het ondernemerschap waar de sociale markteconomie Nederland uiteindelijk op moet drijven. Ik droom dus van een samenleving waarin ons onderwijs ervoor zorgt dat iedereen op die arbeidsmarkt ook echt terecht kan. En ik droom dus daarom van de volgende revolutie in ons onderwijs. En die gaat plaatsvinden in het mbo. Daarover schreef Jan van Zijl onlangs een indringend manifest. Verhef de mbo'er, zei hij. En terecht. Het blijft de eerste opdracht van de sociaaldemocratie. Verheffing via ons onderwijs. Juist nu onze achterstanden hardnekkiger worden. En ik maak me daarbij zorgen. Want ik zie weliswaar met veel trots hoe goed wij onze mbo'ers opleiden, klaarstomen voor de toekomst. Maar met angst en beven zie ik ook dat die toekomst steeds onbereikbaarder wordt. Bedrijven trekken de onderste sport van de ladder steeds hoger op. Allang onbereikbaar geworden voor mbo 1. En als we niet uitkijken, straks ook voor mbo 2. Niks genereuze economie dus. Keihard. En dus, dames en heren, moet ons onderwijs gewoon nog beter. MBO's moeten weer vakscholen worden. Er is een cultuurverandering nodig. Het gaat te langzaam. Waarom worden we nog steeds geconfronteerd met de valse megalomanie die scholen kapot maakt? Zoals eerst bij Amarantis en onlangs nog in Leiden. Waarom duurt de beloofde schaalverkleining van die opleidingsfabrieken Zadkine en Albeda in Rotterdam bijvoorbeeld, waarom duurt die zo lang?
en zijn goede voornemens. Het kabinet heeft de juiste ideeën, maar we dreigen de strijd te verliezen. Er is meer haast, er is meer urgentie nodig. Om onze droom waar te kunnen maken, heb ik al eerder opgeroepen om een deltaplan te maken. Een deltaplan maakindustrie. Een deltaplan om van mbo's vakscholen te maken, om meer technici op te leiden. Een deltaplan om financiers te stimuleren om in de maakindustrie van de toekomst te investeren. En als dat moet, met hulp van de overheid. De Nederlandse investeringsinstelling. Die is op ons aandringen opgericht. Vorig jaar schoorvoetend begonnen. En komende tijd willen wij resultaten gaan zien. Wat de Partij van de Arbeid betreft groeit die instelling door tot een echte investeringsbank om de genereuze economie te helpen groeien. De belasting op arbeid, die moet omlaag. Met name voor de lage inkomens. Om het aannemen van mensen aantrekkelijk te maken. Maar er is ook lastenverlichting nodig voor werkgevers die stageplekken beschikbaar stellen. Die hun oudere werknemers tijd laten vrijmaken om jonge mensen op te leiden. Wat mij betreft gebruiken we de komende belastingherziening dus ook voor een extra impuls in dat beroepsonderwijs. En de maakindustrie geeft Nederland ook op een heel andere manier toekomst. Letterlijk. Een duurzame toekomst. Duurzame energie, elektrisch transport, chemie op basis van biobrandstoffen, offshore windenergie. Het is allemaal maakindustrie en we zijn er hartstikke goed in. Als wij onze inspanningen opvoeren en voor radicalere oplossingen kiezen, dan kunnen we onze droom waarmaken. De generatie van onze ouders, die bereikte de maan. Deze generatie kan de zon grijpen en onze kinderen van welvaart, voedsel en energie voorzien. Dat is mijn droom en daarvoor wil ik met u strijden. Partijgenoten, de strijd aanbinden met de tweedeling. Werken aan nieuwe vormen van verbinding. Bouw aan een toekomst. Een toekomst voor onze kinderen. In deze weinig vergevingsgezinde tijd. Het is zwaar. U voelt het. Ik voel het ook. Maar het was nog nooit zo hard nodig. Want we hadden ook de comfortabele lijn kunnen kiezen. De zijlijn. En dan roepen dat het allemaal een schande is. De makkelijke route. We deden het niet. Wij kozen voor die andere route. Omdat wij ons nooit neerleggen bij een samenleving waarin een goed leven slechts nog het geluk van enkelen is. Wij willen een samenleving waarin een goed leven het recht van iedereen is. En daarom namen wij verantwoordelijkheid. En daarom verbouwen wij nu de arbeidsmarkt, de economie, de zorg, de sociale werkvoorziening, onze energievoorziening. Daarom voeren we al die soms omstreden hervormingen door. Omdat we onze dromen willen waarmaken. Daarom bouwt Lodewijk Asscher aan een eerlijke arbeidsmarkt. Dwars tegen het gedram van de werkgeverslobby in dringen we de flexibilisering van de arbeidsmarkt terug en binden we de strijd aan met de cynische economie die alles wat onrendabel is aan de dijk wil zetten. Daarom werkt Jetta aan de verandering van de sociale werkvoorziening en zorgt ze dat mensen met een arbeidshandicap een plek krijgen in bedrijven. Daarom probeert Jet Bussemaker die vakscholen van de grond te krijgen. Zodat de economie waarin er voor iedereen een plek is, weer een stap dichterbij komt. En ik zie de onrust die daarmee gepaard gaat. En ik voel ook de verleiding. Alles bij het oude laten. Geen onzekerheden wegslaan. Omdat zekerheid toch al zo'n schaars goed is in deze tijden. Maar partijgenoten, dat zou bedrog zijn. Want de enige zekerheid die wij overhouden als we niets doen, is de zekerheid dat de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen en koesteren er niet meer is voor onze kinderen. Wie niets verandert, heeft nu een mooi verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden. Wij kiezen voor de samenleving van nu en voor de samenleving van later. Dat is het verhaal van de Partij van de Arbeid. Dat is het verhaal van verbinding en verheffing. Het verhaal van strijd, van vooruitgang. Het verhaal waar ik voor sta, met alles wat ik in me heb. Dank u wel.